Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik aan de slag met mijn nieuwste aanwinst. Deze modulatiemeter van het merk Marconi. Het was misschien al opgevallen dat als ik een 27 MC bakje aan het uitproberen ben of ik heb het gerepareerd, dat ik dan alleen maar controleer of dat er modulatie is en verder niet. En wat is dat nou, modulatie? Nou, ik heb hier een bakje, een FM bakje in dit geval. En als ik de microfoon indruk en ik ga wat zeggen, dan moet mijn spraak uitgezonden worden door het bakje. En mijn spraak is in dit geval de modulatie. Mijn omroepzender kan dat dus ook bijvoorbeeld muziek zijn of kan dat data zijn. Het makkelijkste om dat te controleren is om er een tweede bakje bij te zetten als ontvanger. Dan druk ik bij deze de microfoon in. Ik hou hem bij de luidspreker van de andere bak. En dan moet hij gaan rondzingen. Dan moet hij beginnen te fluiten. En dan weet je dat er modulatie is. Alleen, de werkelijkheid is een beetje ingewikkelder, want je hebt te maken met de bandbreedte van het signaal en met de frequentiezwaai. Dan kun je die frequentiezwaai in de meeste gevallen wel instellen in de bak, alleen tot nu toe was ik niet in staat om daar een fatsoenlijke meting aan te doen. En dan heb ik ervoor gekozen om er maar gewoon vanaf te blijven. Maar vanaf nu ben ik wel in staat om het te meten, dus ik ga eens wat achterstallig onderhoud uitvoeren. Nou is die frequentiezwaai en bandbreedte best wel een complex onderwerp, maar gelukkig hebben we tegenwoordig de SDR-ontvangers met het watervaldisplay. En daarop kun je goed zien en horen wat er gebeurt als de bandbreedte niet in orde is. Dit is het beeldscherm van mijn SDR-ontvanger. Ik heb afgestemd op een omroepstation in FM. De waterval is hetgeen wat je hieronder ziet met die gele en rode lijnen. En je ziet dat dat signaal een bepaalde breedte heeft. Hierboven die grijsblauwe bult, dan zie je hetzelfde eigenlijk nog een keertje. En als je goed kijkt, kun je hierboven zien hoe breed op dit moment mijn ontvanger is afgestemd. En je ziet ook dat het signaal wat de zender uitzendt, netjes in die bandbreedte van die ontvanger past. En dan is alles goed en dan klinkt het ook gewoon zoals het hoort. Moet 14 maanden naar de gevangenis. Een Tilburger is vanochtend van zijn. Als ik nou de bandbreedte van de ontvanger ga verkleinen, dan zul je zien en horen dat het geluid er niet beter op wordt. En worden per dagdeel 12. En nog verder. En op een gegeven moment is het gewoon bijna niet meer te verstaan. De zender en de ontvanger moeten dus dezelfde bandbreedte hebben en de ene moet niet breder of smaller zijn dan de andere, want anders dan gaat het niet goed. Bij de modulatiemeter gaat het dus precies andersom. Dan gaan we de zender aanpassen aan de ontvanger. Ik heb hier een FM bakje, 22 kanaaltjes, half watt en die moet dadelijk een zwaai hebben van tussen de 1,5 en de 2 kHz. Dit is de antennekabel, die kan meteen op de meter. Ik mag maximaal 1 watt invoeren. Nou, het bakje is een half watt, dus dat kan er gewoon meteen in. Ik kan hier nog wel een extra verzwakker van 20 dB bijschakelen. Laat ik dat even doen voor de zekerheid. Hiermee kan ik kiezen FM of AM. Hij staat nou op FM. Die plus of min, die doet volgens mij niet zoveel. Bij FM tenminste niet. En dan moet ik hier kiezen welke frequentiezwaai dat ik verwacht. Nou, tussen de 1,5 en de 2. Dus ik heb hem nu op 5 kHz staan. Vermenigvuldigingsfactor is 1. Dus de volle schaal is zo direct 5 kHz. Om nou te meten hoeveel zwaai dat ik heb, moet ik dus iets gaan zeggen in de microfoon of gaan fluiten. En ik zag een Engelsman laatst met zo'n apparaatje wat ze gebruiken om gitaren te stemmen. En die maakte daarmee een toon van 1 kHz en daar hield hij de microfoon voor. Dus dat ga ik ook proberen. En ik zie dat hij precies 1,5 kHz is. Zij is in principe goed. Hij zou een heel klein beetje harder mogen. En dat kan ik in het bakje bijregelen. En als ik nou aan het instelpotje ga draaien, dan kan ik de zwaai groter of kleiner maken. En ik ga voor 1,7. Dat is ongeveer hier. Kijk, als ik te ver ga, dan krijg je dit. 1,7, dat is zeg maar hier. En dat lijkt me wel mooi. Tussen de 1,5 en de 2. Ik heb er nou een ander bakje op aangesloten en dat is een AM bakje in plaats van een FM bakje. En dan werkt het ietsjes anders, want dan hebben we het niet over frequentiezwaai, maar dan hebben we het over modulatiediepte. En die modulatiediepte die mag nooit meer worden dan 100%, want als het meer wordt dan 100%, dan krijg je heel veel vervorming. En ik denk dat dit bakje zometeen ergens tussen de 70 en de 80% zal gaan uitkomen. Ik heb hem aangesloten op de meter. Hij geeft iets meer vermogen, dus ik heb er een extra verzwakker tussen gezet. Ik schakel naar AM. Deze plus-min knop die gaat nou wel iets doen. Als ik die indruk, krijg ik namelijk de actuele waardes. En anders krijg je de piekwaarde te zien. En ik kan nou kiezen tussen volledige schaal van de meter 10%, 30% of 100%. En ik ga voor 100%.
Dus als ik nou een signaaltje maak, dan kan ik zien hoe groot de modulatiediepte is. Nou, ik kom zo uit rond de 70%, 70-80%, dan reageert ook nog een beetje op mijn stem. Dus deze die laat ik eens mooi zo staan. Dit is lekker hard, maar niet te hard. Nou heeft de meter ook nog twee uitgangen. Eén uitgang is voor het middenfrequent en de andere die is voor het audio. En die twee uitgangen die kun je aansluiten op de scope. En dan kun je niet alleen de modulatiediepte meten, maar je kunt hem ook zichtbaar maken op de scope. Dus daar ga ik eens even een paar kabeltjes voor pakken. De scope is aangesloten op de uitgang van de modulatiemeter. Ik ga weer een piepje maken en ik ga door die microfoon een beetje op en neer te bewegen. Wat variëren in die modulatiediepte. En dan moet je het kunnen zien op de meter. En je kunt ook op de scope zien wat het effect daarvan is. De volgende die gecontroleerd gaat worden, dat is de Major M120, de wolf in schaapskleren. En we gaan eerst kijken naar de FM. Nou, die staat maar op 1,2 kHz, dus die mag wel een beetje breder worden. En dan ook nog even de AM controleren. Dus ik zet de bak op AM, ik zet de meter op AM, 100% meetbereik en kijken wat er gebeurt. Nou, die heeft er zin in. 90%. Mooi laten staan zo. Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, dat is zo'n Baofeng portofoon. Die zijn in te stellen op smal of op breed. En ze adviseren om hem in Europa altijd op breed te zetten. En nou kan ik dus meten wat hij dan doet en dat vergelijken met wat hij doet als hij op smal staat. Channel bandwidth. Nou, breed doet hij dus ongeveer 4 kHz. En nu eens even kijken wat hij op smal doet. Channel bandwidth. Confirm. En smal komt hij ongeveer op 2 kHz uit, dus dat is de helft. Ik heb net de Marconi calibratiesticker door moeten snijden, maar ja, anders dan kan ik niet zien wat erin zit. Het is dus een Marconi TF2304. Hij kan FM en AM modulaties meten. En dan kan hij in een frequentiebereik doen van 9 tot 12,5 MHz. En dan weer van 18 MHz tot 1000 MHz. Dus tot 1 GHz aan toe. En dat stukje tussen 12,5 en 18, dat heeft hij zelf nodig om een signaal op te wekken. En daar kan hij dus niet op meten verder. Maar hij scant als het ware constant de band af en als hij een signaal gevonden heeft, dan gaat hij dat analyseren en laat hij dat op de meter zien. Deze print waar we net het dekseltje af hebben gehaald, dat is de print waar het hoogfrequentsignaal wordt opgewekt. En op de IC's daar staan datumcodes op en die zijn uit 1993 en 1994. Dus dat is nog relatief nieuw. Want de eerste apparaten van de TF2304 die zijn verkocht in 1976. Op deze plek had de batterijhouder kunnen zitten, want je kunt hem dus ook als portabel of mobiel apparaat gebruiken. Die zit er hier niet bij en dat vind ik ook helemaal niet erg, want dan heb ik in ieder geval geen uitgelopen batterijen. En de print hieronder, dat is de besturingsprint. Tot zover deze video over de Marconi TF2304 modulatiemeter. Ik heb nog een heleboel apparaten die ik ermee kan gaan controleren, maar ja, voor de video is dat steeds hetzelfde. Ik ben er in ieder geval heel blij mee en het is een hele waardevolle aanvulling voor ja, hetgeen wat ik hier al had staan. Bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende keer.